sectoren die niet wil veranderen. Niet accepteren. Ja, ja, jaren 80 zag de ook in de luchtvaart. Die is ondertussen, heeft me daar geloven. We hebben de telecom gehad, de universiteitssector. Maar de hoeveelsector is de sector die nog echt, echt, echt vastgerust is. En met ideeën alleen, jammer genoeg, gaan we niet halen. En dat heb ik zelf proef ondervindelijk moeten realiseren. Pas een jaar of twee geleden, in het begin dacht ik ook van, goede ideeën, daar haal je toch? Daar is je haal boven alles. Maar dat lukt niet. Dus er moet iets meer volgens mij. En, want er zijn meerdere groeperingen, clubs, in Nederland momenteel, die met ideeën afkomen, maar die verandering komt niet, of heel moeilijk tot stand. En je staat voor een keuze volgens mij. Ofwel moet je je naam veranderen in goede ideeënmakers, dat is niet verkeerd, dat is heel goed. Maar voor verandering moet je een stapje bij. Verandering houdt goede ideeën in, maar ook de vorm die stem moet leiden worden. Die stem binnen de sector zijn jullie gekend. Maar bij het grote publiek, bij de grotere pers, is die stem nog te stil. En daar ligt volgens mij de grote uitdaging. En het is misschien, als we niet opletten, ik had toen er nog een woord bij gezegd van de afkorting, dan heb ik gevraagd aan die afkorting die we gebruiken in het OV. En ik zei, er is een afkorting die wij gebruiken, ons bedrijf is samen. Samen afspraken maken en nakomen. En als we niet opletten, dan is het gewoon SAM. Samen afspraken maken. Om het nakomen, ja, daar is meer voor nodig. En ik zeg zelf, ik heb pas de laatste 2 jaar geleerd om echt, en ondertussen krijg ik schopper, wolf in schapenkleren, krijg alle woorden. Maar dat moet je bijnemen op een bepaald moment. En, maar je bent geen schopper om te schoppen als je inhoud hebt. Je bent een schopper om te schoppen als je geen inhoud hebt. Maar jullie hebben inhoud. Dus wees niet bevreesd om die stem te laten horen, want die inhoud is er. En vandaar dat het goed is, want ik was vergeten jullie toe te spreken als dag alle JV'ers en alle anderen die wensen dat ze nog JV'er waren, al voor één ding, is de ervaring. En die ervaring komt juist in de manier hoe je zaken kan aanpakken. En dat is misschien een wisselwerking die nuttig kan zijn voor jullie in de toekomst. Waarbij die inhoud, maar ook het proces, en hoe die verandering tot stand kan brengen, kan gerealiseerd worden. Heeft iemand daar een reactie op? Ik heb wel een idee. Heb ik een vraag?